welkom terug bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Rachel Kromdijk en ik review vandaag de producten van Kardashian. En Kardashian heeft een hele lijn ontworpen met lipsticks, nepwimpers en noem maar op. Wil je weten hoe ik deze look heb gemaakt met die producten? Blijf dan vooral even kijken. Ik heb de producten gekregen van Parfum Mania en dat is gewoon .nl. Ik zal het even hieronder in de beschrijving even zetten, de site. Echt kijken, want ze hebben echt hele goedkope parfum. Ideaal. En dan ook echt gewoon hoge en dure merken. Echt de mooiste parfums ertussen. Dus ik ga er zeker nog een keer op bestellen. Verder heb ik dus deze producten gekregen. En namelijk dit hele leuke Gucci spiegeltje. Die zat er ook bij. En hij is echt wel zwaar. Maar hij is echt heel mooi. Ik zal hem even laten zien. Zo ziet hij eruit. Echt ontzettend gaaf. Dus een spiegeltje heb ik erbij ook gekregen. En de producten die ik erbij heb gekregen zijn dus nepwimpers. Die heb ik nu op dit moment op. Ze zijn heel licht, maar wel heel mooi en chic. Niet te vol. En ik heb een highlighter gekregen. Een prachtig eyepenseltje. Dit is een High IQ. En dit is ook Kardashian Beauty Brightening and Definer Eyeliner. Dus dit is echt voor op de waterlijn. Maar ik heb hem boven het oog gebruikt, omdat ik zelf niet helemaal van een waterlijn ben. Heel mooi en er zit een soort ook glits in. Hij is ook bruin, dus niet zwart. Dus dat maakt het extra zacht. En deze lipkleur. En dit is ook van de Kardashian Beauty Line. Echt prachtig. Ik weet niet of dat er 1, 2, 3 een kleur op staat. Dit is Baby Doll. Dus echt een heel schattig roze kleurtje. Heel mooi. Dus ben benieuwd hoe ik deze look heb gecreëerd. Blijf vooral kijken. Geef een duimpje omhoog voor de moeite. En hopelijk zie ik je volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this.